toevallig betrappen we hier 010-020 een drietal die allerlei snode plannen aan het ontwikkelen zijn. Kwabber, oftewel kardemonnoten aan het pletten zijn voor een heus samenwerkingsverband. Wie of wat is er dan aan de hand? Beginnen we gewoon even met de gasten. Van Oedipus, geloof ik? Ja, brouwerij Oedipus uit Amsterdam. Ik ben Sander Nederveen. Ik ben daar brouwer, hoofdbrouwer. En ik werk hier samen met Etienne bij de Kaapse Brouwers vandaag om een nieuw bier te ontwikkelen. Wat we vaker gaan doen in de toekomst. Een uitvloeisel van een dinersamenwerking waar chefs uit Rotterdam en Amsterdam samen diners organiseren en wij willen op diezelfde manier bier maken. En we hebben dus 2 weken geleden een brouwsel gemaakt, wel met het idee. We doen dit ook samen met een Rotterdamse chef, Marnix, en om een licht zurig tarwebier te maken, maar waar ook al wat. Maar moet het geen verzoeningsbiertje worden? Moet het niet een beetje verzoeten in plaats van verzuren? We zijn er wel lang achter ons. We gaan het er niet allemaal volop inlopen wrijven. Het is al veel te zoet tegenwoordig. Komt beter een beetje een zuur randje aan. Ja toch? Ja. Het scherpt de geest natuurlijk. Het moet ook een beetje inderdaad slijpsteenwaardig blijven. Ja, precies. En daar hebben jullie deze mengsels. Ik zal geen gifmenging roepen. Maar hebben jullie uiteindelijk uitverkoren. Want wat daar staat, dat is afgevallen. Ja. Dat was het rijpsel. Het paste niet goed bij het bier, bij het karakter van het bier zoals wij dat voor ons voor ogen hadden. En deze kruiden juist wel heel erg, die vullen eigenlijk juist heel mooi het karakter van het bier aan. En nu zijn wij bezig in de laatste fase om de tincturen te maken, zo heten die mengsels. En de juiste verhoudingen te vinden om in de grote batch toe te doen. Dus ik betrap jullie hier in een heuse primair proeverij? Een zeer precaire proeverij inderdaad. Maar prima promillage wat er ook in vervat zit, die hopelijk geen pijn doet aan je gebit. Maar welke ingrediënten, extracten gaan we er dan in verwerken? Deze eerste is zwarte kardemom en dan dit is de zwarte kardemom die we aan het pletten zijn. En dan de zaadhuls alleen eigenlijk. En kaneel. Timoetpeper en sterrenaas. Dus, en dat is zeg maar een voorzichtige bruine sterrenmix. Of spreekt dan hier de leek weer in door, Plonfloor? Ja, dat kunnen we noemen. Wij begonnen eigenlijk met het idee van de Chinese Five Spice kruidenmix. En uiteindelijk zijn er toch wel wat bruinige tincturen uitgekomen die. Zal het bier deze kleur blijven. Maar je gaat er toch geen bruine knipoog van geven, hè? Door de broek. Ik hoop het niet. Nee. Nee, we gaan het niet nog verder op de klippen lopen voeren. Maar jullie gaan hier een handreikingsbiertje produceren. In de gezamenlijkheid. Ja. Met de nodige, hopelijk niet naijver, maar wel met vlijt. Met vlijt. En wanneer wordt je dan afgescheiden, gescheid? Het bier zal over ongeveer 2 weken klaar zijn, dat is wat bij ons in de proef. En dan is hij alleen te verkrijgen op de Rotterdamse Ranse Flanse Radflatsen en Tito 020 Amsterdamse tap? Nou, we hebben het wel gepland om het ook te lanceren tijdens een van die 010-020 diners, waar Marnix ook gaat koken. Dit bier zal zijn wat er gedronken gaat worden. En dan worden er ook allemaal lokale producten bij aangeserveerd? Ja, en het is bij en dat diner is bij 13 in, binnenkort. Dus dat is, in 013. Nee. In Tilburg. Misschien helemaal gek. Nou jongens, laat mij jullie niet ophouden, dat doe ik mezelf ook niet. Geen ruzie, dat heb ik helemaal nergens geen zin voor. Toch? Nee, zeker niet. Ook een keekje. Dat zou ook heel leuk zijn. Ja, schreeuwen. Ja toch? Ja. Inderdaad, de glazen door de lucht vliegen. Gewoon even voor het beeld, voor het zicht. Oké. Ah, volgens mij ben ik er nu al voor gezwicht. En ik ruik het alleen nog maar. Zeg maar. Proost. Vaders limlolly is moeders troost. Proost. Cheers. Cheerio.
en Okikeki en zo.